hier word ik altijd een beetje moe van. Dit is op Instagram, uh, mijn Michael Minable-account. Dan krijg ik rule violations en dan wordt er geclaimd alsof mijn account wordt gedelete in de komende 48 uur. Want ik heb uh, allemaal stoute dingen gedaan en uh, ik kan appealen en dat kan dan op een blogspot.com. Dat is dus een blog. Ik denk, yeah, right. Het is gewoon weer een spammerd probeert uh, je gegevens uh, te tracken als je op dat ding drukt of wat dan ook. Het doet zich voor als uh, meta. Oftewel, uh, hè, Facebook. Maar het stomme is, ik had deze op uh, de Comic Verzamer ook deze week. Het heb ik ze aangegeven bij uh, Insta. Van uh, delete en uh, spam. En uh, het staat gewoon weer. Het staat er gewoon weer, maar dan op mijn andere account. Dus er wordt niet zo heel veel aan gedaan. Pas vooral op met dit soort linkjes. Het is natuurlijk allemaal onzin, maar je moet, wel, uh, ja, je moet het wel een beetje in de gaten houden. Maar goed, uh, Instagram is niet één uh, en al uh, rampzaligheid. Kijk, hoe gaat die nou? Ja, precies. Want Ik wil je deze nog even laten zien. Dit vind ik echt een hele grappige foto van Kikker. Uh, promotie voor de uitzending van Bam en de Bam deze week. Kijk hoe gaaf dit eruit ziet. Ik, uh, ik was een paar maanden geleden bij Kicker. heb ik hem geïnterviewd voor uh, de comic verzamelaar over zijn verzameling en over zijn verzamelwoede. En ik word gewoon heel blij van dit soort foto's, gewoon van die spullen die iemand heeft en dat dan laat zien. Moet je kijken. Ja, vooral de comics natuurlijk. Die Captain America, zijn buitenlandse Captain America, Red Room van Ed Piscor, Nou, GUN, uh, een blaadje uit Groningen, veel uh, Europese strips ook, maar gelukkig ook heel veel comics. En dan hier die stapels. Ja, ik, ik word er wel gewoon blij van. Dat vind ik wel de kracht van Instagram nog steeds. Uh, dus ja, het is toch heerlijk om naar dit soort foto's te kijken. Ja, ik, word hier gewoon, ja, ik vind het gewoon heel tof om, om naar dit soort dingen te kijken. En ik vind het ook leuk als je weer een vlog erover maakt. Maar gewoon zo'n fotootje kleurt mijn dag positief. En ik ga nu eventjes weer die eikels uh, aangeven bij Instagram voor de, volgende, uh, voor de zoveelste keer. Misschien dat het dit keer uh, helpt.